Ja, het is tijd voor een nieuwe babbelvideo met Manu. Heb jij door het feit dat je aan de deur stond bij vele clubs, heb je zo ook veel klanten, mensen die daardoor naar MSA zijn gekomen door je connectie aan de deur? Laten we zijn dat het rendement naar MSA toe niet heel was. En eerlijk, ik denk dat de doelgroep die ik wekelijks in de club mocht er wel komen, misschien ook niet de meest gedreven mensen zijn als het komt op sport en gezondheid. Laten we daar ook eerlijk in zijn. Heel veel mensen die kaartjes wouden. Het eerste jaar heb ik dat ook heel veel gegeven. Maar na een jaar had ik gewoon iets van, kijk, hè, dat is onze website. Ik zal het u in uw sms zetten of in uw memories. Check het. Maar ja, weet je zelf ook, als zij gedronken hebben de volgende dag dat kaartje. Als ze het dan niet gebruiken voor minder leuke dingen. Hè, Ja, maar je zou toch denken, hè, de clubs, vooral hip-hop scenes, waar hij inderdaad, zoals ze zegt, de Matu Vu, guys met strakke shirtjes over een veel te stevig lichaam, zouden toch denken van, die mannen moeten toch trainen? MSA, we zijn een trainingsschool, maar daar hebben we niks van gezien. Heel weinig. Ik denk dat heel veel mensen ook gewoontebeestjes zijn. Ik ook trouwens, ben vrij gewoontebeest. Dus ja, velen hebben ook al hun vaste trainingsroutines in de gym. Pumping iron, breed worden is dan ook wel een van de meest belangrijke dingen, of esthetisch. Nu, MSA is niet de meest esthetisch gerichte club ook. Dus ja, als ze dan al kwamen, inderdaad, dan waren ze misschien toch wel vaak teleurgesteld in het feit dat ze na een training toch na 2 dagen terug konden stappen en niet gelijk dat ze verwachten dat ze een week gingen moeten kruipen over de trap. Maar ja, laten we zeggen dat ik dat ook wel een beetje gescheiden wou. Want weet, iedereen is uw vriend tot op het moment dat ze moeten wijzen op hun fout en moet buiten zetten. En ja, als je dat dan die week zie je die mensen dan ook bij u in de club, dat zou raar zijn. Er zijn zo'n situaties geweest dat mensen na maanden op onze infosessie kwamen en dat ik al zei tegen Joff, ja, ik heb die nooit dan een keer moeten buiten zetten. Of dat je merkt dat die mensen nu zo herkennen van ergens. Maar ze weten ook vaak niet waar, wat ook niet slecht is. Maar ik denk dat we dat bewust een beetje gescheiden hebben ook. Het is ook gewoon een hele andere wereld. Hè. Ja. Waarop ligt de focus bij MSA dan? En wel, binnen MSA hebben we een van ons motto's is first move well, then move often. Dus de kwaliteit van bewegen vinden wij het belangrijkste. Ja, omdat dat de basis legt voor om te even welke sportcarrière dat je doet. Ja, een functioneel lichaam, en met functioneel bedoel ik een heup die zoveel mogelijk van zijn rijkwijde ook effectief kan benutten, onder spanning, onder weerstand. Dat is een lichaam die weinig blessures zal kennen, of toch veel minder. En ja, een lichaam dat weinig blessures heeft, dat kan constant trainen, constant vooruit gaan. En dat is ook hetgene op lange termijn in onze ogen, en niet alleen in onze ogen natuurlijk, ook heel veel van de dingen die wij volgen. Ja, wij geloven daarin dat dat hetgeen is wat ons op ons 50ste nog altijd heel gezond en heel fit gaat houden. En geen of minimale klachten zal teweeg brengen. Dus ja, dat is eigenlijk zo wat MSA doet. We leren nu eerst heel goed bewegen. En dan leren we heel vaak bewegen en gaan we ook weerstand toevoegen aan oefeningen en zo. Want ja, als je nog niet kunt squatten met je lichaamsgewicht, dan vinden wij het heel onlogisch dat je gaat beginnen squatten met extra gewicht op je nek, boven je hoofd. Als je schouder niet aankomt, dat je met gewicht boven je hoofd zit en je krijgt pijn, hoe komt dat? Dus we leren nu echt heel veel lichaamsbewustzijn. Dus eigenlijk een beetje een mengeling van alle leuke en wijze dingen die wij tegenkomen op ons pad. Want dat moet wel blijven. Ja. Het moet vooral fun zijn voor de mensen. En we zitten heel veel met recreatieve sporters. Dus ja, de funfactor is gewoon belangrijk. Dus het moet plezant zijn. Een beetje uitdagend, maar vooral, we moeten er iets mee zijn. Mm-hmm. Wel, komt de naam van, ja, de naam Military Sports Academy, komen de oefeningen, komt het MSA-gegeven van het militair aspect, van wat jullie geleerd hebben op het leger? En wel, eigenlijk, in onze infosessie leggen we dat ook uit, dat eigenlijk military, ja, we wilden sowieso een naam dat heel kort klonk, zo'n afkorting, like NBA, NSA, WCC, zo. Ja, dat is gewoon wijs in de volksmond, MSA. Dus ja, dan waren we eigenlijk gekomen. En eigenlijk, military staat eigenlijk voor het feit dat het in groep is. Ja, cohesie,
Ja, wij geven trainingen aan, elke training heeft wel zijn eigen limieten, maar de doorsnee zal tussen de 10 en 12 personen zijn. In het begin 10 personen en dan naarmate dat je niveau wat begint te stijgen, laten we ook iets meer mensen toe. En ja, dat is eigenlijk ja, ook met een bepaalde discipline. Als het goed is, is het goed. Als het beter kan, dan moet het gewoon beter. En ik denk dat dat ook wel een beetje de uitgangspunt is bij iedereen. Iedereen komt om het zo goed mogelijk te doen en dat merken we wel. Het feit dat er daar constant een begeleider rondloopt, Geoff, Thomas, ikzelf, ja, dan merk ik ook wel dat mensen de neiging hebben om die squat, ook als ze uiterst vermoeid zijn en eigenlijk liever gewoon in hun zetel willen zitten, het feit dat wij daar rondlopen, dan merk je wel nog altijd als ze op hun houding letten, dat ze die squat correct doen. Dus ja, ja, nu ben ik even een draad kwijt. Vanwaar de naam? Ah, vanwaar de naam? Ja, de discipline, sowieso onze achtergrond. Weet wat, het is ook wel fancy klinken als gezegd, ik train in de Military Sport Academy. Weet wel, dat klinkt gewoon cool. Dat was niet de bedoeling initieel, maar het is een heel gunstig bijproduct. Ja, mensen krijgen ook wel heel wat respect als ze zeggen van, maar ik train in de Military Sport Academy. Terwijl, ja, we kunnen even een schaakclub zijn, hè, snap je? Ja, mensen weten eigenlijk heel weinig wat wij doen, ook omdat wij heel weinig op social media en zo zitten. Maar het is ook wel cool en mensen krijgen bevestiging en terecht, want als training is, ja, ons leden zijn echt... Ah, zot gedreven. Het is echt waanzinnig wat voor een inzet dat wij les op les zien, ook al is het een keer wat minder goesting. En dat is ook wel het voordeel van groepsgebeuren natuurlijk. Nu, het sport staat eigenlijk voor. Sport is meer dan alleen kracht, meer uithouding. Ja, dus dat leggen we ook uit in de infosessie, dat lenigheid, weerstand, dus hetgeen wat mensen altijd heel plezant vinden, zo die HIIT, high intensity trainingen en zo. Ja, maar het is ook coördinatie. Ja, het is ook snelheid, iets snel leren doen, iets goed leren doen, iets zonder vermoeidheid leren doen, sterker worden en uithoudingen. Ja. Dus het zijn meer dan alleen hetgeen wat de mensen voor ogen hebben. Hè. Dus sommige mensen komen naar ons om sterker te worden, maar kijk, je gaat ook sterker worden door leniger te worden. Mm-hmm. Wat mensen dat soms niet altijd inzien. Dus het is voor ons een beetje de bedoeling dat we het volledige kleurenpalet van sport eigenlijk proberen te brengen in een fun en luchtig concept, zonder dat we echt de mensen het gevoel geven van, kijk, we zijn er hier... kennis aan het in jullie strot aan het rammen, laten we maar zo zeggen. Dus dat gevoel mogen ze niet hebben. Nee. Oké. Okay. Academy, het is de bedoeling dat ze het leren. Dus het is niet de bedoeling dat ze het enkel op MSA doen. Het is ook de bedoeling dat ze, als ze in hun auto zitten, als ze een keer iets opheffen, als ze een keer iets doen. En dat is het schoonste compliment, Manu, die wij ooit krijgen, is... Kijk, ik was daar aan toen en ik moest aan onderdenken van... Oh, houding en rugrecht. Ja, kijk, dan weet je gewoon dat je mensen aan het beïnvloeden bent... heel diep in hun leven. En ja, dat is prachtig. Ja, ja, absoluut. De dank van de mensen, dat is de appreciatie. Dat is al, ja. En wat voor publiek trekt MSA? Ah, wel, Manu. Ik ben heel trots om te kunnen zeggen dat wij zo'n brede doelgroep hebben. Mannen, vrouwen. Ik denk dat er meer vrouwen bij MSA trainen dan mannen. Net omdat er heel weinig... Bij ons zijn er bijvoorbeeld geen spiegels. Er zit competitiviteit in iedereen, maar niet naar elkaar toe. En soms wel, en natuurlijk, weet je wel, als je een workout aan het doen zit en je ziet dat iemand sneller aan het gaan zit, ga je wel motiveren om jezelf meer te pushen. Maar als je niet mee kunt, ga je niet, of toch bij ons, de mensen ervoor doen zorgen om hun techniek minder goed te doen, om dan toch mee te kunnen. Ja, nu, mijn mama traint bij ons, die is 60 jaar. Zegt zij soms ook van, ik weet dat zie ik niet zitten om te doen. Nou, dan geven we een alternatieve oefening. We hebben mensen met hernia's, we hebben mensen met rugklachten, we hebben mensen met knieproblemen, we hebben kinesisten bij ons trainen, we hebben dokters, chirurgen, maar we hebben ook IT'ers, we hebben mensen die keukens maken, we hebben echt gewoon... Ja, iedereen is welkom. Ja, ik denk dat alle lagen van de bevolking, nu ja, we zijn natuurlijk ook niet zo goedkoop als een basic fit, dus ergens financieel kan wel een heel kleine drempel zijn, maar ook daarin proberen wij... zo laagdrempelig mogelijk te zijn. We zijn zeker niet bij de duurdere klassen in wat wij doen, verre van. Dus ja, we proberen eigenlijk sport en bewegen zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Dus doelgroep, ja. Ja, het is echt van 18 jaar, want ja, we doen wel nog niet echt minderjarig. Omdat lichaam in groei nog altijd een beetje een andere aanpak vereist dan mijn volgroeide lichaam. Maar ik zeg wel, tussen de 18 en de 60 jaar... En van mij mag er iemand van 70 ook langskomen en we gaan die ook wel weten te helpen en weten te activeren. Ja. Het is al sinds een idee om dat ook nog te doen, seniorenlessen. Zalig. Maar ja, het zijn maar 24 uur op een dag. Dus,
ja, inderdaad. Wat vind je van de tijd waar we nu in zijn, waar dat de meeste sporten eigenlijk niet toegelaten zijn om te gaan om uit te oefenen? Ja, dat is heel jammer, hè. Dat is echt jammer. Dat is zeker op het moment dat mensen net afleiding nodig hebben, dan kan ik me voorstellen dat een keer tennissen of een keer, hey, wat dat ook doet, hey, ik ga ook af en toe gaan klimmen, dat echt wel, ja, zo een keer een dag kan doorbreken. Hè. Zeker als je technisch werkloos bent of je hebt de zaak, het gaat niet goed. Ja, mentale weerbaarheid is sport is super belangrijk, hè, omdat dat ook wel vaak het moment is op een dag waar je echt naar uitkijkt. En als je dan ontnomen wordt, ja, niet iedereen loopt graag, niet iedereen fietst graag. Niet iedereen heeft het in hem om thuis eens in de zetel naar de video's te kijken van de co-video's van MSA bijvoorbeeld of zo. Ja. Ah, jullie doen video's met MSA? Ja. En waar vinden we die? Ah, wel, we hebben een Facebookgroep, de MSA COVID-IO's, dus co-video's. En iedereen kan daarop gaan. Ik denk dat we nu ondertussen al 600 of 700 mensen hebben die ons filmpjes bekijken. En het worden toch 4-5 keer in de week filmpjes opgepost. Voornamelijk door het andere gezicht dan Geoff, die daar zijn sterke schouders onder zet. En ook een stagiair van ons, Billy, die dat supergoed doet. Echt top. En is dat jullie manier van dealen met de lockdown? Of zijn er ook andere dingen hoe dat jullie dealen met die lockdown? Ja, ik denk dat het ons manier wel is om ons steentje bij te dragen tot deze minder leuke tijden. Ja, ja, dat wel. Omdat sommige mensen trainen al 5 jaar bij ons en ze nu gewoon aan hun lot overlaten, dat ze ons als mens zijnde, als coach, is dat gewoon niet plezant om mensen te zien wegkwijnen. Dus misschien veel zegt, je ziet heel veel van die memes tegenwoordig, ze met armpjes nog zo breed van after quarantine. Maar het is onze manier om mensen actief te houden, voor zij die er wel de motivatie voor vinden en het kunnen opbrengen. Ik denk wel dat, en langs de andere kant, het is extra tijd die we hebben nu ook, om een keer heel veel dingen op orde te zetten, die ons als zelfstandigen ook heel veel mentale rust kunnen brengen. Nou ja, we zijn bijna elke avond bezig met lesgeven, 's ochtends ook. Dus in de middag moeten we zelf nog sporten en boodschappen doen en eten klaarmaken. Dus er was heel weinig tijd voor nog extra karweitjes te doen. Dus daar heb ik dan zo wel mijn schouders onder gezet om MSA terug een gym te maken waar dat we niet binnenkomen en allemaal werk zien. Werk, 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 werk. Zodanig dat na de COVID dat we echt wel terug met een proper lijf kunnen beginnen en gewoon nog sterker kunnen knallen dan ervoor. Zeg, misschien om te kijken, hè. Tot de volgende!